Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een hele leuke en simpele nail art laten zien. En daarvoor ga ik de gel polishes van Pink Shellac gebruiken. Ik krijg daar namelijk super vaak vragen over. Jullie weten dat ik heel veel verschillende nail arts maak. Ik gebruik daar verschillende merken gel polish vaak voor. En ik krijg heel vaak de vraag of het ook kan met de Pink Shellac. Want ik weet dat heel veel van jullie die geen nagelstylist zijn, dit merk ook thuis gebruiken. Ik gebruik het merk zelf niet in mijn salon, vandaar dat je het ook niet zo heel vaak voorbij ziet komen. Maar ik heb er wel heel veel verschillende kleuren van. En ik vind het zeker een heel goed merk. De kleurtjes zijn echt super mooi, goed gepigmenteerd, blijven ook goed zitten. En zeker gewoon voor thuisgebruik. Dus als jij geen professionele nagelstylist bent, dan zijn deze echt ideaal. En de producten van Pink Shellac zijn ook gewoon heel makkelijk online te bestellen. Maar nogmaals, je kan natuurlijk alle nail arts die ik altijd maak gewoon met verschillende gel polishes maken. Verschillende merken, verschillende kleuren. Je kunt er natuurlijk gewoon je eigen draai aan geven. Maar omdat ik zo vaak de vraag krijg over Pink Shellac, dacht ik, ik ga die weer eens een keertje uit de kast pakken en daar een leuke nail art mee maken. Ik heb er een hele eenvoudige nail art van gemaakt, zoals je kan zien. Ik heb dus verschillende kleurtjes gebruikt. Die ga ik je zo meteen allemaal laten zien. En daarna heb ik nog wat leuke zwarte stipjes en vlekjes aangebracht. En daar heb ik een folie overheen gedept. Dus ik ga je nu precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik ga je twee voorbeeldjes laten zien. Ik heb hier alvast één laagje aangebracht van de Blush Orange. Dat is nummer 105. Een hele mooie, een beetje ja, zachte kleur. Die ga ik als ondergrond gebruiken. Maar ik ga er nog een glitter overheen doen. En dat is de 144 Romantic Pink. En dat is een hele mooie, ja, een beetje zo'n nude kleur. Maar dan met een heel fijn shimmertje erin. En die vind ik wel heel erg leuk als basis. Dus die breng ik nu nog één laagje hier overheen aan. En je ziet dat het een hele mooie kleur is. Er zit een heel fijn shimmertje in. Ja, echt super mooi. Dus één laagje van die ene kleur en dan één laagje van deze is perfect dekkend voor een basis. Deze hard ik dan natuurlijk uit in de lamp. En datzelfde doe ik natuurlijk ook met deze. Ik ga twee verschillende voorbeeldjes maken. Ze lijken wel heel erg veel op elkaar, maar ik ga het net even op een andere manier doen. Dus ook hier gaat die glitterkleur overheen. Of die, ja, een beetje shimmery nude. Heel mooi. Deze mag ook in de lamp en dan ga ik zo meteen verder met de kleurtjes. Dit zijn de kleuren die ik heb gebruikt voor de nail art. En dat zijn 270 Florida Pink. 272 Coral Pink. En 267 Sunset Orange. En deze kleuren matchen echt heel leuk bij elkaar. Mooi roze, koraal, een beetje oranje. Dus dit vond ik wel een hele leuke combi. En natuurlijk ook super leuk voor het voorjaar. Diezelfde drie kleuren heb ik ook aangebracht op een papiertje. Dus hier kan ik eventueel ook nog van afwerken. Als ik een klein beetje moet bijwerken. Want ik ga nu wat verschillende vakjes maken op de nagel. Echt super simpel. Ik begin een beetje met die middelste kleur. Dat is die Coral Pink. En daarmee breng ik gewoon een schuine rand aan. Kijk gewoon even wat je zelf mooi vindt of hoe je het leuk vindt. Het komt eigenlijk niet zo heel nauw. Als je maar gewoon een beetje een hoekje bedekt. En je kan alle drie de kleuren gebruiken. Maar je kan ook twee op de een en twee op de andere. Je kan het ook een beetje afwisselen wat je zelf leuk vindt. Dat heb ik bij het voorbeeldje ook gedaan. Deze vind ik wel mooi zo. En dit moet nu natuurlijk even uitharden in de lamp. En kijk, bij dit voorbeeldje heb ik gewoon allemaal verschillende vlakken gedaan. Hier zitten zelfs alle drie de kleuren op. Ik heb steeds gewoon een beetje een andere hoek gepakt. Dus kijk gewoon even wat je zelf leuk vindt. Nou, bij deze ga ik ook die middelste kleur aanbrengen. Op dezelfde manier. Alleen hier ga ik een beetje aan de bovenkant. En dan zet ik hier een schuine hoek. En als je dit natuurlijk op je eigen nagels doet of bij iemand anders, dan is het natuurlijk lastig om dit zo strak langs een nagelriem te doen met zo'n groter kwastje. En dan kun je daarvoor een fijn nail art penseeltje gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je hier nou langs een nagelriem moet gaan, dan pak je een beetje van die gel polish op. En dan kun je heel mooi strak langs die nagelriem komen. En dan kun je ook eventueel een strakke lijn trekken. Dus ook deze hard ik uit in de lamp. En dan ga ik verder met de andere kleurtjes. Dan is het tijd om de volgende kleurtjes aan te brengen. Ik ga nu voor de Sunset Orange. Die ga ik hierbij aanbrengen. En hier ga ik nog een vlak maken. Probeer dit natuurlijk wel een beetje netjes en zo strak mogelijk te doen. Maar zo meteen komen er nog van die zwarte stipjes overheen met die folies.
En ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dus stel dat er nu iets misgaat of het zit een beetje scheef. Geeft niks, gaan we zo meteen gewoon overheen met die stipjes. Zo. En dan wil ik hier dat puntje nog een klein beetje strakker hebben. Zou je ook wel over kunnen slaan dit stapje, want je kan hier ook gewoon natuurlijk een stip zetten. Maar ik wil dat net een beetje strakker daar. Dan hard je dit ook weer uit in de lamp. Als je nou vindt dat die niet helemaal perfect dekkend is, kun je er altijd nog een tweede laagje overheen doen. En bij die andere nagel breng ik de Florida Pink aan. Dat is een wat donkerdere roze kleur. En ze matchen allemaal perfect met elkaar, dus je kan deze kleuren echt heel leuk met elkaar combineren. Maar heb je zelf een andere kleur roze of andere kleurtjes, leuk met blauw of paars of groen, het kan allemaal. Kies gewoon 2 of 3 kleuren die je mooi vindt staan bij elkaar en dan kun je daar een hele leuke combi van maken. Dus ook deze breng ik zo aan in een hoek. En ook hier wil ik dat puntje nog een klein beetje strakker maken. Zo. En ook deze hard ik nu uit in de lamp. Heel misschien dat ik er nog een tweede laagje overheen doe. Maar dan ga ik zo meteen verder met de stipjes. Oké, dit zijn dus de 2 nageltjes die ik net gemaakt heb. Ik was vergeten te zeggen dat er ook nog een topcoat tussen moet. Dus als je de vlakken mooi hebt gemaakt, eventueel 2 laagjes. Dat heb ik dus ook gedaan en dan is die echt perfect dekkend. Daarna breng je er nog een topcoat overheen aan. Die hard je ook weer uit in de lamp. En dat is een belangrijke stap, want nu gaan we dus verder met die folies. En voordat we dat gaan doen, moet je echt zeker weten dat er geen plaklaag meer op deze gelpolish zit. Je kan dus een topcoat gebruiken zonder plaklaag. En als je een topcoat gebruikt met plaklaag, dan moet je die nu heel goed verwijderen. Dus ik haal nu de plaklagen eraf. En dan gaan we dus verder met die stipjes en die folies. En het is heel belangrijk dat er nu geen plaklaag meer op zit. Want je wilt niet dat de folie zo meteen nog plakt op de rest van de nagel. Het mag alleen maar plakken op die stipjes. Die stipjes ga ik nu zetten met de foil gel van Moira. Dat is een zwarte gel. Maar je kan dit eventueel ook doen met een gewone gel polish die een plaklaag heeft. Dus als jij een gel polish, een zwarte hebt van Pink Shella, kan je die daar ook gewoon voor gebruiken. Ik heb die zelf niet, dus daarom gebruik ik deze. En met deze foil gel gaan we nu wat stipjes zetten. Daarvoor gebruik ik een hele fijne dotting tool. En ik heb ervoor gekozen om niet van die perfecte ronde stipjes te doen. Dat kan wel. Je kan ook gewoon een paar hele mooie ronde stipjes zetten. Maar ik heb ze gewoon heel wild erop gezet. Dus sommige zijn helemaal niet zo mooi perfect rond. Hier en daar zitten ze ook een beetje tegen elkaar. Ik vond dat deze keer wel leuk. Vaak probeer ik altijd wel wat mooier en wat strakker te werken. Maar in dit geval vond ik het wel leuk om het een beetje wilder te doen. Maar kijk gewoon even wat je zelf mooi vindt natuurlijk. Die zwarte foil gel is eigenlijk gewoon een soort paint gel. Met een hele goede plaklaag waar dan zo meteen de folie op blijft plakken. Dus daar pak ik wat van op met mijn dotting tool. En zo ga ik langs dat randje nu gewoon wat stipjes zetten. En zoals ik net al zei, ik doe dat niet super netjes. Dus het mag best een beetje wild. Hier en daar zitten nog wat lijntjes tussen. Dus kijk even wat je zelf mooi vindt. Als je het leuker vindt om een paar grote, mooie, strakke stippen te zetten, kan dat natuurlijk ook. En je kan zelfs ook een penseeltje gebruiken om deze stipjes te zetten. Dus als jij geen dotting tool hebt, kun je het ook met een fijn penseeltje doen. Zo, dus ik doe eigenlijk alleen langs de naden, dus waar de kleuren elkaar raken. Daar zet ik dan wat van die stipjes. Maar kijk even wat je zelf mooi vindt. Dit hard ik nu uit in de lamp. En ondertussen doe ik natuurlijk de andere nog. Zal ik die dan proberen iets strakker te maken? Dan zet ik iets strakkere stipjes. Wat mooiere ronde. Ik ben benieuwd wat jij het mooiste vindt. Vind jij het mooi om hele mooie, strakke, kleine stipjes te zetten? Of vind je ook dat ja, wat minder strakkere mooier? Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Zo. Ja, echt super eenvoudig. En zoals ik al zei, kun je dit dus gewoon met een gel polish doen. Hier heb ik dus wat verschillende stipjes aangebracht. En ook deze hard ik nu uit in de lamp. En dan gaan we zo meteen verder met de folies. En nu gaan we dus de folie aanbrengen. Ik gebruik de folie van Moira. En dit is een beetje een gouden, iets wat meer rosé-gouden folie. Ik heb daar een klein stukje van afgeknipt. En die gaan we nu gebruiken om op die stipjes aan te brengen. Als jij een ander soort folie hebt, kun je die natuurlijk ook gewoon gebruiken. En hier zijn de nageltjes. De zwarte foil gel is nu goed uitgehard in de lamp. Er zit dus geen plaklaag meer op de rest van de nagel. En nu blijft die folie dus heel mooi plakken op die stipjes.
Ik vind het altijd wel leuk als er ook nog gewoon wat zwart zichtbaar blijft. Dus dat stipje blijft nog wel een beetje zwart. Maar je ziet dan wel heel leuk dat goud erop. Dat blinkt dan een beetje. Ja, ik vind dit effect wel heel erg leuk. Heel simpel, heel makkelijk te doen. En als jij de nail art leuker vond zonder die stipjes, kan dat natuurlijk ook. Of als je je streepjes mee wil maken. Je kan het natuurlijk helemaal aanpassen naar je eigen smaak. Nou, hier gaat dan natuurlijk weer de topcoat overheen. En dan laat ik je zo het eindresultaat zien. En hier zie je alle nail arts op een rij. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ik vind het echt een superleuke combi zo. Ik vind de kleuren hartstikke mooi. En ik vind het wel leuk zo met die stipjes en een beetje dat goud. Ik weet niet of je het goed kan zien zo, maar als je dit in het zonnetje mooi beweegt, dan zie je echt leuk die glimmende gouden stipjes. Een super simpele nail art, heel eenvoudig na te maken. Je kan dit in allerlei verschillende kleuren doen. Zoals ik al zei, mocht je niet die folie gel hebben, kun je ook gewoon een zwarte gel polish gebruiken. En die folie die kun je eigenlijk overal wel vinden. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer in de volgende video.